Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. De dichtste wolken zijn de witte wolken en die bevinden zich ten noorden van Nederland. Boven Nederland zit er ook veel bewolking, maar er zit ook een enkel opklaantje, dus heel even zou de zon misschien kunnen doorbreken. Uit de bewolking is een druppeltje motregen mogelijk, op de meeste plaatsen is het droog en net als gisteren waait er weer een stevige zuidwestenwind. Die is vanochtend windkracht 5 tot 7, vanmiddag neemt hij een fractie af. Verder ook vanmiddag dus veel bewolking, op een enkel plekje misschien even wat zon en temperaturen die zijn hoog, zo'n 10 tot 12 graden. Vanavond verandert daar eigenlijk niets in, maar komende nacht gaat het vanuit het noorden regenen en ook dan blijft het nog stevig waaien. Morgen overdag trekt het regengebied langzaam naar het zuidoosten, in Limburg wordt het pas tegen de avond droog, maar in het noorden breekt aan het einde van de ochtend al de zon door en smiddags gebeurt dat op meer plaatsen. Dan gaat de temperatuur dalen, ochtends is het nog 9 à 10 en smiddags 8 graden. Eerste kerstdag, donderdag kan er een enkele winterse bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de zon schijnt geregeld. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Tweede kerstdag verloopt grotendeels droog en dan gaat de temperatuur wat verder naar beneden. En zaterdag gaat stevig waaien. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.